Hey, Koen hier van kangids.nl. En dit is, als je een e-book wil downloaden, kun je dat hier op deze banner even klikken. Ja, het begint een beetje raar, maar ik ben Koen dus van kangids.nl. En ik maak cryptocurrency video's gewoon op hobbymatig niveau. Ik ben ook geen professional. Investeren en handelen is op eigen risico. Daarnaast heb ik ook nog een leuk forum.kangids. Daar kun je ook een account aan maken. Het is helemaal gratis en dan worden er vragen gesteld en dan kun je... Ja, dat kun je overal terecht in ieder geval. En ik was bezig met het traden van AMB. Lange tijd heb ik niet getraden, maar hij stond onder de 500 Satoshi. Ik dacht, laten we eens instappen met een x-aantal stuks voor deze coin. Dat heb ik dus ook gedaan. En toen kwam ik op... ik was echt ingestapt al een tijdje geleden hoor. Maakt ook niet uit waar, maar in ieder geval... Hier zie je het, gaat om deze video, het gaat om de Wix. En Wix zijn momentums dat er zeg maar de candle. Nou, laten we eerst gewoon heel simpel uit gaan leggen. Kunnen beter naar de advanced gaan. Dit is trouwens de basic version. Ik gebruik Binance. Als je nog geen account hebt, dan kun je op de onderstaande linkjes klikken. Er staat van alle informatie over of Bitfavo. Over de Bitfavo Exchange, maar ook over Binance of leverage trading. Dat is echt een hoog risico, maar ook. Higher level naar mijn inziens, maar daar kun je ook een account op maken. BitMEX staat ook onder deze video's allemaal. Maar in ieder geval, ik wil je in deze video laten zien hoe ik geld verdien. Je kunt geld verdienen met Wix. Dat zijn allemaal die dunne sprietjes die hier elke keer eruit. En nu was ik hiermee net aan het traden en toen kwam er wel echt een hele spriet. En dat zijn sprietjes in een timeframe, dit van 4 uur. Maar je kunt natuurlijk ook, ik heb de timeframe heb ik nu op 4 uur. Dus elk candle is 4 uur. Dus dit is 4 uur, dit is 4 uur. Zie mij hier linksbovenin. We kunnen hier natuurlijk ook wel, dit is 4 uur, dit is 4 uur, dit is 4 uur. Maar je kunt de timeframe kun je ook verwisselen naar bijvoorbeeld 2 uur. Dus zie je hier allemaal van die wicks, van die dunne sprietjes. En dan kun je als trader... Kun je daar heel handig en slim gebruik van maken door orders te zetten. Dus zeg maar dat je orders zet. En dat je dan hoopt dat hij in één keer wordt weggekocht. Dus ik doe vaak... dit is ook geen advies of zo dat je moet doen. Ik vind het gewoon leuk om deze video te maken om jou een inzicht te geven. Wat allemaal wel niet kan met het traden van cryptocurrencies. Ik heb nog veel meer strategieën. Op de RSI staat hier nu de Relative Strength Index. Dus als die boven de 70 is, als die overbouwt, dan kun je beter verkopen. Althans, eind 2017, begin 2018. Bitcoin wel een maand of anderhalf maand lang op overbouwd gestaan. Dus niks is te gek in crypto, zeg ik ook altijd. En onder de 30 is die oversold. En dat betekent dat die echt te goedkoop is. Dus dan is het een punt waar je zou kunnen kopen. En op de 4 uur candle kunnen we dat wel even controleren, dus zomaar iets ernaast. Hier zou je hem moeten kopen. En 50 is gemiddelde, hier zou je hem dan weer kunnen verkopen. En naar inziens van deze grafiek klopt dat ook precies. Het is niet toevallig, want het is gewoon een hele bekende indicator RSI. En hier zou je dus kunnen kopen, omdat hij op oversold stond. En als je hem hier had gekocht, dan had je hem op 50 bijvoorbeeld kunnen verkopen. Maar in deze video gaat het dus over die... Wix noemen ze dat. Ik heb nog wel meer plaatjes. Ik zou kijken. Oh, hier had ik net al. Mag je wel zien. Had ik even vragen over. Had ik al allemaal puntjes. Dit zijn allemaal Wix. Dus dat is leuk om te zien. Oh, ik kan dit ook weg. Dit is andere dingen. Maar dit zijn Wix. En hier kun je heel slim gebruik van maken. Door bijvoorbeeld. Ik kan het nu al wel laten zien. Hoe ik het zelf doe. Dit is mijn eigen trading manier. Dus dat je eigenlijk de decimalen. Dat is het op hoeveel trade je of hoeveel decimalen. Dus zeg maar nu op 8. Als het goed is, staan er achter de punt staan er 8 cijfers. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Als je die bijvoorbeeld verandert naar 6 of 7. Dan krijg je al een heel ander beeld. Kun je beter naar 6 doen. Zoals je hier kunt zien, dan trade je op 6 decimalen. Dus heb je hier 6 cijfers. En ik doe vaak 7, omdat je daar, zoals hier bijvoorbeeld, als iemand dan denkt, en zo speel ik dan in, en het is ook,
Een tradingstrategie, je kunt het ook geen scalp, maar dit vind ik zelf een van de mooiere strategieën die nou, ja, vaak al werkt. Dus je zet eigenlijk, ga je er dan vanuit dat een whale, dus een grote jongen, in één keer een klap coins koopt en die wil nergens op wachten, of er is in één keer een hele grote stijging, die bijvoorbeeld het 1050, het is 550, want als je deze nu naar 8 decimalen zetten we hem dan weer op. Dan zou je hem op voorstapels, noem ik het altijd, zelf leggen. Dus eigenlijk als je nu denkt van, hey, zoals deze staat op 116.000, hier 115, ik ga ervan uit dat iemand hem helemaal wegkoopt in één keer. Nou, dan zet ik hem bijvoorbeeld op 52, zetten we hem dan. Even kijken. Dan verkoop ik 11.000 coins. Ik heb hier nog geen bitcoin, daar kan ik wel voor zorgen, maar dat doe ik niet. En het gaat om deze video, dat je inzicht krijgt wat ook een eventueel een verdienmodel is met traden. Zo 52 zet ik hem dan. En dan wordt die order van mij wordt hier geplaatst op 5,52. En dan ga ik er vanuit. Daar heb ik moeten geduld hebben. Ik kan hem ook nu zo afsluiten, dat vind ik ook geen probleem. Dat in één keer dit wordt weggekocht. En dat ze in één keer de hele rits kopen en daar zit ik tussen. Maar de anderen die komen misschien later erachter en die denken, oh shit, wat stond hier hoog, we gaan verkopen. Nou, dan gaat iedereen weer verkopen. En dan ga je in die, bijvoorbeeld in een tijdsbestek, dat is een timeframe van 4 uur, zie je dat hij weer zakt. En dat hij dan bijvoorbeeld, nu staat hij op 6 uur zoals je onderaan kunt zien. Dus de datum en de 6 uur, daar is hij. En om, over 4 uur, om 10 uur, verandert deze candle. Dus dat is nog even kijken. Ja, nog 13 minuten, maar daar kunnen we niet op wachten. Maar zo lang duurt de video niet. Maar we kunnen wel bijvoorbeeld even iets laten zien op 5 minuten. Nou hoop ik dat die zometeen verandert. Even kijken. Dat is 45. Ja, nou, ik kan het ook laten zien zoals je hier nu ziet. 21.40 en dan up. Dit is de tweede candle vanaf 21.40. En dat is weer een nieuwe candle begint hier dan. En vanuit daar, hè, dit zijn allemaal kleine wickjes. Maar hier is een hele grote wick was hier. Maar als je nagaat dat je hier orders hebt gelegd. En ik heb ze hier neergelegd. Maakt niet uit hoeveel of wat. Daar gaat het mij in deze video niet om. Maar hier heb ik wicks. Hier zijn er wicks gekomen. Dan op de 5 minuten chart dan. En als je hier bijvoorbeeld. Ja, dan kun je in een korte tijdbestek weer echt heel veel geld verdienen. Kan. Ik zeg er direct bij kan. Want als je dit even nagaat, als je, laten we zeggen 5,30 en dan is hij 5,80 gekomen. Als je 5,30 weet je dat 1% ongeveer, nou zeg maar 5,5 satoshi is. En een satoshi is, voor degene die dat niet weten, 1 satoshi, dat is deze. Dus bijvoorbeeld van, ja, dus 0,0070 en dan 1, dat is 1 satoshi. Maar 1% van 530 satoshi, dus is 5,3 satoshi. Maar dan kun je nagaan, is 50 satoshi, is dus sowieso iets van 8 of 9%. Wat die in 5 minuten is geweest. Dus 9% verschil in 5 minuten. Nu is die alweer gecandled en nog veel meer gezakt. Misschien zakt die wel weer door, nou, dat is prima. Ik moet zo meteen wel weer orders leggen, maar dat is een andere pagina. Moet ik wat andere coins verkopen, dat hoef ik nu niet te laten zien. Het gaat me ook niet om hoeveel coins ik wel niet heb of hoe weinig. Het gaat mij erom dat je ziet hoe je met relatief kleine bedragen ook al echt leuke winstjes kunt maken. Als je maar geduld hebt en snapt hoe het werkt. Dus hier heb ik dus mijn order gelegd. En dan kunnen we nu op 7 kijken. Kunnen we nog kijken. Nou, nu zou ik bijvoorbeeld 6,37. Ik heb iets met 7's. Misschien hier niet. Hier 5,52. Maar dan kunnen we ook kijken door 8 decimalen. En kijken of we zover kunnen komen. En zover kunnen we nu ook. Hey, dat is volgens mij nieuw bij Binance. Als ik dat verkeerd heb, dan moet je dat even zeggen. Maar je kunt nu echt heel enorm naar boven scrollen. Maar dat is echt super vet. Eerder kon dat naar mijn inziens niet. Dat we met de update van vandaag zijn gemaakt te hebben. Maar in ieder geval kunnen we even kijken. Ik wou iets van 6,30 zei ik zo in mijn hoofd. Oké, kijk. Als je hier ziet, best wel een pak allemaal liggen. Dus dan hoop ik dat hij in één keer. En dan gaan we zo meteen op 17 decimalen zitten. Dan hoop ik dat hij daar weer een keer komt. Hoeft niet per se vandaag, maar morgen ook. Maar volgende week ook. Ik heb geduld wel. Maar dat hij in één keer weer gepakt wordt. Zo pof. Nou, hier is net een nieuwe candle begonnen, zoals je ziet. En die is nog even aan het kijken wat hij gaat doen. Maar
ja, die gaan nu even iets weer naar beneden. En hier kun je ook op traden natuurlijk. En dat noemen ze wel, je kunt ook heel mooi scalpen nu op dit moment. Maar dat is, deze video gaat niet, het gaat om die wicks. Dus ik leg, deze kan ook natuurlijk een wick naar beneden maken. Dan leg ik hem op de bodem. Of tenminste, dit vind ik de bodem, dus kunnen we heel snel een lijntje trekken. Mijn trading view. Kijk, ik ben geen professional, maar ik maak toch wel leuke winstjes continu. En ja, ik maak ook wel eens verlies. Maar ja, door leren, door te doen, heel veel te doen, leer je steeds meer. En krijg je ook steeds beter inzicht. Het kan dus heel goed zijn dat hij teruggaat naar de, zoals je hier kunt zien. Oh, nu koopt iemand in één keer wat bij, zie ik. Zo kan het dus ook gaan. En dan zou je eigenlijk deze lijn, dan kunnen we een nieuwe maken. Dit is trouwens trading view, daar kunnen we een keer een andere video over maken. Leg ik lijnen hier, ik leg hem niet op Wix. Maar ik kijk hoe ver die eventueel zou kunnen komen. En dan heb ik op de chart van 5 minuten. Dus dat is, dus door hier kan die doorheen, maar als die hier doorheen, dan is er weer wat aan de hand. Dus zou die eventueel weer verder kunnen schieten. Als die in ieder geval hier sluit ergens. Maar dat doet hij op dit moment nog niet. Dus het is verstandig. Even kijken, misschien kunnen. Ja, ik wil hem nog niet verkopen, omdat ik hem dat te laag vind. Dus je zou hem hier kunnen leggen op 5,32 of iets. Ik leg hem hoger, omdat ik hoop op Wix. Op die dunne sprietjes. En ik kan hier, dat doe ik zo meteen wel even, want anders moet ik de hele balance en zo laten zien. Daar heb ik geen behoefte aan. Of daar wil ik ook niet mee ponken. Of dat je zegt, oh wat weinig, oh wat superveel. Ja, dan kun je het ook wel. Nee, allemaal helemaal niet. Kijk, nu heb ik heel snel even lijntjes getrokken. En zoals je kunt zien, blijft hij toch daar mooi tussen. Komt hij door mijn lijnen, maar dat is gewoon het patroon. De trading, crypto trading, gaat altijd met patronen, net zoals met aandelen en al dat soort dingen. Dus nu leg ik zo meteen hier op order. Ik doe hem iets hoger op 4,85. Ik kan dan een iets netter, maar ik hou wel een beetje van flabiant. Ik weet niet hoe je dat hoort, maar een beetje ruim. Altijd wel, ik wil het altijd meepakken in ieder geval. Maar tot nu toe gaat hij weer mooi stijgen. Dat is ook prima. Vind ik ook prima, uiteraard. Maar in ieder geval, zo, hij gaat weer door. Nou, hartstikke goed natuurlijk. Maar in ieder geval wil ik je met deze video aangeven dat je met Wix. En als je vragen hebt, zeker vragen stellen hieronder. Als je iets niet duidelijk vindt, dan kun je ook altijd even naar het forum.coingids gaan. Maar zoals je hier ziet, heb ik snel even wat dingetjes gemaakt, grafiekjes. En ik kan hier al hele mooie orders zetten. Verkoop- en kooporders. En uiteraard, als je denkt van hier zakt hij door, dat kan natuurlijk ook. Maar dan zet je een stop los. En dat kan ik ook even laten zien. We hebben, volgens mij heb ik een stop limit, Binance stop limit gemaakt. Niet een echte Binance stop limit, maar dan niet echt met een stop los uitgelegd. Hier zelfs heb ik al een keer opgezocht. Koen op bijvang, laten we dat even, dat is mijn naam. Hé, hey, kijk eens. Binance stop limit order uitgelegd. En dan houdt in, bijvoorbeeld, als ik, nu heb ik dat nog niet, maar omdat ik aan het traden ben, eigenlijk zou ik dat wel moeten doen. Bijvoorbeeld als je hier doorheen kukkelt, ja, dan kan ik beter stop los en dan moet ik ook meer uit gaan zoomen. Ah, ik heb de lijntjes niet verkeerd getekend, zoals je ziet. En ziet er goed uit. Maar in ieder geval, als hij dan hier doorheen kukkelt, ja, dan kan het heel goed zijn dat we weer hier op dit punt, op de support, hier is wat support, hier is door de resistance gebroken. Althans, zo zie ik, en dit is mijn beeld, hè. En dan zou je hier een stoplimiet kunnen leggen, zodat hij daaronder knalt. En dat kan ook een verkeerde wick zijn, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Even kijken, heb ik dat uitgelegd? Ja, dat heb ik ook uitgelegd. En dan, dus, dan dat je je verlies beperkt. Dus je koopt iets voor bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 485 Satoshi. Maar je denkt van, hé, hey, die Koen heeft dat uitgelegd. En het is niet dat ik direct professional ben of wat. Maar die denkt, hé, hey, die heeft dat wel gezegd. Maar dat klopt misschien wel. Want als hij daardoor inzakt, gaat hij wel helemaal misschien weer naar beneden. En dat kan. Dan zou je bijvoorbeeld een stap los kunnen zetten op, ja, ik wil Leiden in ieder geval misschien. Nou, laten we zeggen op 4,75, noem maar wat. Dan stop los en dan verkoopt hij hem automatisch. En dat leg ik dus in deze video uit. Dan zou je deze even moeten opzoeken op Binance Stop Limit uitgelegd. Dan kun je je verlies beperken. Dus kun je nooit meer verliezen dan je eigenlijk wilt. En als je dan hier verkocht hebt, of misschien heb je dan ondertussen al wat nieuwe orders gelegd, dat kan ook. Dan zou je hier bijvoorbeeld weer orders kunnen leggen. Ik weet het niet. Ik weet het wel, maar ik ga niet dat het met zekerheid of iets. Ik doe echt gewoon door te doen, heel veel te doen. Elke keer te doen en van fouten te leren. Die lijntje trek ik ook gewoon zo even. En er zit natuurlijk logica achter. Deze munt ken ik
Best wel goed in de zin van omdat ik te veel meer trade. Ik heb hem heel lang laten liggen. Nu dacht ik onder de 500, ja jongen, we kopen hem. En dat is een goede zet geweest. Dat blijkt achteraf. Dat weet je ook nooit met crypto natuurlijk. Maar in deze video gaat het om WIX. Dat je echt heel met van die goede WIX. Dat je zo'n paar procent kunt pakken. Zonder dat je er echt veel moeite voor te doen. Of moet doen. En dan doe ik altijd met zoals hier ook. Leg ik hem weer net voor dat miljoen. Ik ga er altijd vanuit van whales. Dus dat ze in één keer een dik pak terugkopen. En hier krijg je dan zeg maar een soort. Dan zie je het als een file. Ik leg altijd een beeld voor me uit. Maar dan denk je van, bof, ik koop alles weg. Maar hier heeft hij misschien moeite. En misschien gaat hij nog wat door. Dan zou ik nog een order hier weer boven kunnen leggen. Maar dat op dit moment is dat, ja, kan wel. Ik wil wel 10.000 weer doen. Dat is geen probleem. Maar dan zetten we hem iets voor. 77 zet ik hem dan. Dan doe ik 10.000. Ja, ik ga lekker fijn slapen zometeen en het loopt allemaal wel. Ik zet nog even wat nieuwe kooporders en stoplimiet orders. Dus 20.000 wil ik niet riskeren dat hij eronder komt. Dan verkoop ik het. Kan ik in ieder geval heb ik wat verlies beperkt. En ik ga in ieder geval hier nog zometeen wat kooporders weer leggen. In ieder geval hoop ik dat je wat in deze video hebt gehad. Tenminste inspiratie en wat motivatie door te doen. En door te leren, daar leer je door te doen. Heb ik het goed gezegd, zo niet, maakt ook niet uit. In ieder geval bedankt weer voor het kijken van deze video. En vergeet zeker niet te abonneren voor meer nieuwe video's over crypto trading. In ieder geval tot de volgende keer. Hoi hoi!